15 Urker viskotters kunnen vanaf maart worden uitgerust met zogenoemde pulskortuig. De proef met deze vismethode wordt uitgebreid nu de Europese Commissie hiervoor alsnog toestemming heeft verleend. Bij deze methode wordt platvis, zoals schol, door elektrische impulsen in de netten gejaagd. Ide Geert Bakker is een van de 15 vissers op Urk die nu ook mag omschakelen op de pulskorvisserij. Hij is er erg blij mee, want door deze nieuwe methode ziet hij weer toekomst voor zijn bedrijf. We hebben te maken met tegenvallende visprijzen en die worden elk jaar minder. En rijzende brandstofkosten. En we hebben alles al gedaan om gasolie te besparen, maar nu met de pulsvisserij. Ja, dat is eigenlijk de oplossing. Dan hebben we een brandstofbesparing van 40% en daar moeten we het nou mee verdienen. Op Urk visten 11 vissers al met pulskor. Nu de proef in Nederland wordt uitgebreid, komen daar nog eens 15 Urkers bij. En daar is ook wethouder Lauwe Post zeer gelukkig mee. In ieder geval is het een hele grote stimulans voor het bedrijfsleven. Natuurlijk, alle schepen moeten, dus de schepen die een ontheffing hebben, moeten omgebouwd worden. Ja, en je praat over een investering tussen 350.000 euro. Maar de huidige schepen die dit nou doen, die hebben die financiering met 2 jaar terugverdiend. Hoop op toekomst. Er is eindelijk weer een zicht dat het beter zou mogen gaan. Bakker hoopt aan het begin van de zomer helemaal te zijn omgeschakeld op de pulskorvisserij. Het college van BNR.